En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is, vandaag is het donderdag en nog één dagje en dan is de week weer voorbij. Gisteren heb ik dus een klein meningsverschil gehad en dat is gelukkig weer bijgelegd. Was er een video en stonden er een paar dingen op wat niet helemaal klopte. Zo zou ik iemand negeren. Dat is dus helemaal 0,0 waar. Want ik heb dus diegene dus daarop aangesproken en gezegd van joh, als ik je genegeerd had, had ik je nu niet dit bericht gestuurd. Dus bij deze negeer ik helemaal niemand. Het is allemaal een samenloop van omstandigheden waardoor dit allemaal gebeurd is. En het is helemaal gebeurd. En zand erover. Het is gewoon zo. Het is niet meer terug te draaien, maar het is in ieder geval weer goed gepraat. En ik ga dadelijk vanavond nog even livestreamen, denk ik. Ik heb een enorme achterstand op mijn vlogs. Ik heb vanaf zondag niet meer geëdit, dus dat ga ik nu even doen. Dus bij deze ga ik dan eventjes de computer aanzetten en eventjes de boel editen. Want zondag is de laatste vlog eigenlijk en daarna heb ik eigenlijk niet meer geëdit. Dus vanaf zondag is er dus geen vlogs meer. Dus die ga ik weer even bijvullen. Even bijwerken dat er weer ook vlogs zijn voor aankomende maandag. En aankomende dinsdag en aankomende woensdag en aankomende donderdag. En dan ga ik dat even doen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Ik ga dadelijk nog even hapje eten. En ik wil vanavond toch wel weer een livestream opnemen. Gisteren had ik er geen zin meer in. Omdat ik een beetje, ik was er een beetje klaar mee. Ik was ook vreselijk moe, was ik. Dus ik was gisteren in slaap gevallen, zoals jullie de vorige vlog gezien hebben. En ik had er ook helemaal geen behoefte meer aan. Mijn zin was een beetje weg door gisteren. Dus nou in ieder geval over. Ik heb weer helemaal energie en ik heb er echt weer zin in om een livestream vanavond op te nemen. Dus dat ga ik ook doen. En dat ga ik vanavond doen. Gewoon om 8:30, 9:00 ben ik weer online. En dan ga ik weer lekker streamen. Nou, poesjes zijn weer blij dat ik thuis ben volgens mij. Ik merk nog niet veel. Ze leggen maar een beetje te hangen. Ik had de kachel gelijk even aanzet op 4. Ik heb het enorm koud. Het was weer een koude dag vandaag. Dus ik heb de kachel bij deze gelijk even aangezet. Heerlijk. En dan ga ik nog even editen hiero. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, het is inmiddels 8:00 geweest. En de livestream gaat zo beginnen. Nou, ik heb weer slecht nieuws er trouwens ook nog bij. Ik heb weer een bekeuring gehad. Ja. Meneer de agentjes die moeten weer natuurlijk weer geld verdienen met de kerst. Hè, om de Nederlandse staatkast te spekken. Dus gaan ze weer lekker bekeuringen uitschrijven. Ja, iets beters te doen hebben ze hier niet in Nederland. Ze kunnen alleen maar automobilisten treiteren. Mensen geld aftroggelen. En nog andere dingen. Terwijl verkrachters, kinderlokkers hier vrij in Nederland rondlopen. Dat is Nederland, hè? Dat is Nederland, ja. Grote boeven niet aanpakken, maar wel de kleine verkeersovertredingen van 7 kilometer te hard. 56 euro'tjes. Schandalig. Echt lachwekkend. Wat een stelletje criminelen zijn dat hier in Nederland. Maar goed. We gaan niet al te negatief doen, maar in ieder geval, ik ga zo de GTA-stream starten. En dan gaan we zo even weer een krentje uitspelen. Terwijl ik helemaal gek word van Facebook. Ik word daar helemaal gestoord van. Om de havenklap gaat dat kleren ding af. Met al die berichten allemaal. Je wordt er scheidziek van. Dus ik ga dadelijk eens eventjes al die meldingen eens even uitzetten. Want ik word er helemaal gek van. Elke keer nog een piep.
Ik ga alvast de laptop pakken. Ik heb één vlog klaar voor maandag en dinsdag ben ik mee bezig. Dus ik moet eigenlijk ook nog vanavond even afwerken. De andere vlogs klaarmaken. Dus wow, hij gaat bijna vallen. Dus het wordt 2 uurtjes. Heb ik mooi even de tijd. Klik toch even 2 uur livestreamen. En dan, mijn rug. Ga ik even 2 uurtjes livestreamen. En dan heb ik daarna nog even tijd om te editen. Want dat is echt nodig. Ik ben inmiddels bij dinsdag. En het is nu al donderdag, bijna vrijdag. Dus ik moet snel de video's even geëdit hebben. Nou, de pushies zijn er ook weer. Ik zal ze even in beeld doen. Vinden jullie altijd leuk als de katten ook in beeld komen. Kijk. Hoppa. Hé, hey, vriendjes. Joepie. Moet jij niet eten? En jij, heb jij niet gegeten? Ik heb net eten gegeven aan ze. Maar ze hebben volgens mij geen trek. Hé, hey, Boquito. Hé, hey, Boquito. Poes. Lekker oude vriendjes. Hé, hey, oude pinkies. Dus, ik ga nou alvast alles in orde brengen. En dan om 8:30 wil ik de livestream gaan starten. Ik moet nog even een kwartiertje om er even bij te komen. Ja, dat komt wel goed uit. 8:15 en dan ga ik 8:30 lekker beginnen. Heb ik nog even een kwartiertje en dan gaan de livestream starten. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer als de livestream klaar is. Tot zo allemaal. Zo, en het is inmiddels bij 12 en ik ga zo naar mijn bed. Ik ben de vlog van maandag ben ik nu aan het uploaden. Ik ga nog heel even wachten en dan doe ik ook nog even de vlog van dinsdag even uploaden. En dan ga ik naar mijn bedje toe. Dan ben ik in ieder geval maandag en dinsdag heb ik in ieder geval gedaan. Woensdag en donderdag, of woensdag staat al klaar. Donderdag ben ik natuurlijk nu nog aan het filmen. Maar die heb ik ook al een stukje gedaan al. Dus ik kan deze video er nog even snel achteraan plakken. Dan is donderdag ook klaar. Hoef ik alleen nog dinsdag, woensdag en donderdag te uploaden. Maar dan ben ik in ieder geval alweer vast weer een stukje bij. Want ik liep een beetje zwaar achter. Nou, ik heb vandaag gelivestreamd met Rob. Was reuze gezellig. Ook met alle mensen die er waren. Ja, ik blijf het toch een fantastisch iets vinden dat jullie toch elke keer de moeite nemen om naar mijn livestream te komen kijken. Echt geweldig, hartstikke leuk. Nick, dan moet ik er even een heleboel noemen hoor. Rob, Nick, Ramon, Kevin, hoe heet die ook alweer? Die andere naam ben ik ook kwijt. En ik heb weer een nieuwe abonnee, Daisy. Dankjewel allemaal voor het kijken allemaal naar mijn livestream. Nou, vanavond hoor mij nou. Morgen ga ik dus ook weer livestreamen. Wow, terwijl ik over de accu van de telefoon heen val. Terwijl ik over de accu van de laptop struikel. Maar dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval, het was reuze gezellig. Het lijkt echt wel dat ik steeds meer kijkers heb in mijn livestream. Hartstikke tof natuurlijk en hartstikke positief. Daar ben ik heel erg blij om. Nou, ik zie dat de vlog daar inmiddels al aan het verwerken is. Dus dat is ook alvast weer klaar. En dan ga ik zo naar mijn bedje en dan moet ik morgen nog 1 dagje. En dan is het weer weekend. Dan zit de werkweek er weer op. Kan ik even lekker 2 dagen even uitrusten. En dan, is ook wel weer eens lekker. En misschien ga ik nog wel een leuke buitenvlog opnemen dit weekend. Wie weet, we gaan wat zien. Nou, in ieder geval wil ik iedereen bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, doe het blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent,
Abonneer op mijn kanaal, terwijl mijn stem het een beetje me af laat weten. Druk even op dat belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden van als er weer een nieuwe video of livestream bezig is. Tot zover deze vlog dus. Bedankt allemaal, groetjes allemaal. En jullie weten de gebruikelijke eindtune roep van mij. Skabidi, skabadoo, skabadabadoo.